Vandaag praten wij in VCNC, voor corona, na corona, met Carolien Gerels. En wij, dat zijn David de Goede en ik, Vincent Bijlo. Carolien, hallo. Goedemiddag. Wat goed dat je er bent. Natuurlijk. Even een hele korte introductie. Je bent natuurlijk het bekendste geworden eigenlijk van je wethouderschap in Amsterdam, dat 8 jaar heeft geduurd. En waarin ik mij wapenfeiten herinnerde als het naar Amsterdam halen van de Giro, bijvoorbeeld. Absoluut. Ik herinner mij ook jouw optreden bij enkele manifestaties tegen de gigantische kunstbezuinigingen onder het bewind van Halbe Zijlstra. Toen hebben we ook nog samen gespeecht bij stop de uitverkoop van... Nee, de Mars der Beschaving. Je had allemaal van die beschavingsdingen. Je had leven de beschaving, de uitverkoop van de beschaving. Maar dit was de Mars der Beschaving. En tegenwoordig zit jij bij Arcades en ben jij daar directeur steden. Directeur Europese steden, las ik. Dat klopt, Vincent. Hoe is het om directeur Europese steden te zijn? Nou, dat is in deze tijd is dat heel veel werken met Zoom en Teams vanuit de huiskamer. Maar normaal gesproken reis ik door Europa en probeer ik steden van elkaar te laten leren. Dus als we bijvoorbeeld in Parijs iets slims doen met een metro, dan ga ik bij wijze van spreken daarna naar Berlijn en zeg van kijk eens hoe die jongens in Frankrijk dat doen. Daar kunnen jullie wat van leren. Dus je koppelt de steden aan elkaar? Ja, eigenlijk. Ik probeer steden te inspireren van elkaar te leren. Want elke stad is natuurlijk anders. Elke stad heeft ook andere behoeften. Maar over het algemeen wil je het een en ander met mobiliteit. Wil je je stad veerkrachtig houden? Wil je dat je stad waterbestendig is? Wil je dat de mensen kunnen wonen? Dat de energiesystemen goed zijn? En daar zorg ik voor. Met 27.000 andere mensen bij Arcades. En ik ben dan speciaal voor de stad, maar als zij bijvoorbeeld iets willen met mobiliteit, dan heb ik bij allerlei deskundige collega's die daar ook in de diepte over kunnen adviseren. Dus je kunt ongelooflijk veel van wat je aantreft weer door sluizen naar anderen, om daar met elkaar oplossingen voor te vinden. Precies, ja. In de stad komt eigenlijk alles samen. En ik zie wat er gebeurt en dan denk ik, deze collega of die collega of een inspirerend verhaal of iemand van buiten zou kunnen helpen. En het grappige is dat heel veel steden ook nog steeds aan mij vragen van, ja, maar hoe ontwikkel je nou een heel spannend en mooi cultureel landschap? En dan hou ik weer de verhalen van die tijd dat ik wethouder was, 2006, 2014, wat ze toen allemaal in Amsterdam hebben gedaan. Ja. Dat is voor heel veel steden nog steeds ook heel inspirerend. Ja, want ik kan me jou ook nog een lezing van jou herinneren bij het afscheid van Frans Vreeken van Tivoli Vredenburg, die ook inderdaad daarover ging. Wat maakt je stad op cultureel gebied aantrekkelijk en mooi en maakt het een soort magneet voor de omgeving. Laten we even teruggaan naar hoe lag de stad erbij voordat de intelligente lockdown intrad in Nederland. Laten we even onze eigen polycentrische steden noemen, want die noem jij zo. Nederland, ja. Beschikken wij. Beschouw je Nederland eigenlijk als één grote stad, een soort park? Nou, ik beschouw het inderdaad wel als een stedenlandschap met in zichzelf heel goed functionerende steden. Goede universiteit. Ik heb zelf in Groningen gestudeerd. Nou, prachtige studentenstad, 200.000 mensen, 60.000 studenten. Maar ook een florerend cultureel leven, goed bedrijfsleven. Dus die stad functioneert goed. Ja. Hetzelfde geldt voor Delft of Leiden of Haarlem. Maar dat is dus fundamenteel anders dan de situatie bijvoorbeeld in Engeland, waar Londen alles naar zich toe trekt en eigenlijk de monoliet is, waar de hoogste baas in de hoogste toren werkt. Maar als je glazenwasser of schoonmaker bent, dan moet je 2 uur heen, 2 uur terug met de metro. En heb je dus geen kwaliteit van leven. Nee. En deze uitgangspositie van dat polycentrisch, dus niet één centrum, maar heel veel verschillende centra, polycentrische stedenlandschap, ja, vind ik heel erg goed per definitie als je streeft naar kwaliteit van leven voor iedereen. En hoe lag dat erbij voor corona hier? Nou, dat lag er zeer welvarend bij. Ik denk in sommige opzichten was er ook sprake van overvloed. Er was heel erg veel. Als je kijkt in Amsterdam, dan was er misschien wel te veel. Mensen klaagden heel erg over te veel toeristen. Ik beschouw toeristen altijd als tijdelijke bewoners, maar dat waren dan
tijdelijke bewoners die hun verantwoordelijkheid niet namen als het ging over het schoonhouden van de stad, het veilig houden van de stad. En zo. Ja. Ja. Druk op de systemen was heel groot. Mm-hmm. En kijk naar het mobiliteitssysteem, hè, heel veel files, treinen overvol. Noord-Zuidlijn metro rijdt nog niet zo lang, maar was heel erg vol. Dus mensen ervaren denk ik enorme druk op de publieke ruimte en wisten ook niet zo goed hoe ze daarmee daarop moesten gaan sturen. Nee. En toen kwam corona. Dus dat een wonderbaarlijk gat sloeg. Ik, als je door de stad liep, het was waanzinnig wat je meemaakte. Hoe het ook qua soundscape veranderd was, maar ook gewoon de wietlucht was weg. Dat is ongelooflijk. Je had frisse lucht. Ja, ja. Een lege gracht, hè. Geen boot meer over de Amstel. Nee. Wallen liep, dan zaten misschien een paar bewoners op de stoep een glaasje wijn te drinken, maar dat was het dan. Hoe ervoer jij dat? Als steden, als directeur steden? Ja, en vooral als Amsterdammer natuurlijk. Ja. Dat was heel vervreemdend, maar ook heel bijzonder, uniek. Tenminste, ik hoop dat het uniek is. Dus ik heb er eerlijk gezegd ook wel van genoten. Het was natuurlijk een hele bijzondere tijd. En ik hoop inderdaad dat we wel weer in de verleden tijd kunnen spreken. Want ik moet je zeggen, toen ik weer op het terras mocht zitten, heb ik dat ook de hele dag gedaan. Ja, tuurlijk. Jij ook, David, toch? Absoluut. Ja. En... als we naar die tijd kijken, want die had natuurlijk voor de cultuur echt desastreuze gevolgen. Ja, nou ja, die heeft denk ik, die heeft er ingeslagen echt als een komeet. Ja. Hè, wat je ziet is artistiek vermogen, creatief vermogen, dat komt te voet. En gaat in zekere zin ook wel te paard. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een orkest, hoe moeilijk het is om dat goed op te bouwen met mensen die op elkaar zijn ingespeeld enzovoort enzovoort. Ja, als het lang duurt dat die niet samen kunnen spelen, gaat gewoon de kwaliteit achteruit. Het is niet zo als dat je een kroeg sluit, weet je. Dan ga je 3 maanden later weer open en dan heb je weer een paar nieuwe mensen achter de bar. En dan loopt dat binnen een week wel weer. Ja, zo gaat dat niet bij podiumgezelschappen. Nee, het valt uit elkaar ook. Soms dan gaan mensen weer ook weer, die gaan zich ook noodgedwongen op andere terreinen weer bewegen. En je ziet het op alle fronten bij alle gezelschappen eigenlijk nu al gebeuren, dat het soms ook los zand wordt. Maar dit is precies hetzelfde waar jij ook al voor waarschuwde in 2010 bij die grote bezuinigingsronde. Ja, ik was toen al bang voor een kaalslag. Kijk, het is natuurlijk zo dat kunst en cultuur kwetsbaar is. En daarom moet je dat met elkaar dragen. En we hebben in Nederland een ragfijn systeem van publieke gelden, private gelden. Het is allemaal heel goed op elkaar afgestemd. Hè, dus al onze theaters en filmhuizen en musea kunnen precies een hoeveelheid mensen aan, waardoor het ook allemaal loopt en er nog genoeg verdiend wordt, enzovoort, enzovoort. Ja, en daar is opeens een komeet ingeslagen. Waarbij je nu ziet dat het langzaam zich herstelt. Je kan weer naar een museum, je kan naar een voorstelling. Maar ja, je ziet dat dit geen duurzame situatie is. En je kan niet voor 30 man een concert geven. Nee. Je kan niet voor 30 man de prachtigste kunst tonen in een museum, waar je alleen aan personeel al heel veel mensen nodig hebt en aan verwarming. Dus je hebt die schaalvoordelen nodig. En dat wordt nu wel echt een heel groot vraagstuk voor de toekomst. Hoe gaan we weer zo'n schaal creëren, zodat het ook met elkaar blijft functioneren in financieel-economische zin? Hoe vind je dat de landelijke politiek erop reageert, wat de kunsten betreft? De cultuur? Ja, langzaam. Kijk, iedereen is natuurlijk geschrokken. Wat ik trouwens wel mooi vond, is dat je meteen zag, hè, ook op televisie, dat een ieder dan eigenlijk gedragen wordt en getroost en opgepept wordt door wat er opeens op televisie allemaal te zien was. Hè. Dichters, toneelmakers, acteurs, zangers. Hè, dat bood echt in die weken troost en verstrooiing en verrassing en raakte de mensen in die emotionele tijd. Dus ik vond dat je toen ook heel goed kon zien wat kunst en cultuur doet met een stad en een samenleving en met een
ja, hele groep van mensen die in dezelfde situatie zit. Ja, en iedereen is nu even aan het bijkomen van die schok. En aan het ja, tekenen en rekenen hoe dat moet na de intelligente lockdown. Ja, want er is natuurlijk 300 miljoen toegezegd door het kabinet in eerste instantie. Maar je hebt die enorme actie cultuur in actie gehad natuurlijk, die 5 dagen lang geduurd heeft op internet. Ja. En, maar ik heb geen antwoord echt gezien van de minister. Zoals in Duitsland, hoe ze daarmee omgaan, wat ik daarover gelezen heb. Eigenlijk een bedrag van, als je dat om zou rekenen, dat er €1 miljard aan hier beschikbaar zou moeten zijn ongeveer. Ja, want dat mag wel even gezegd zijn. Die Duitsers, die realiseren zich het belang kennelijk van die hele culturele infrastructuur. En als je Duitsland met zijn 80 miljoen, dat is 5 keer zo groot als Nederland, en die trekken 5 miljard uit. En onze overheid, die komt eerst met die 200 miljoen en dan misschien 300, maar daarmee kom je niet op in de buurt zelfs van wat er nodig is. Nee, ik denk dat we daar even heel goed aan moeten rekenen en tekenen, want je kunt die bedragen niet allemaal vergelijken, want bijvoorbeeld steden in Nederland doen ook heel veel. Hè? Ja. Eindelijke overheden doen per jaar 2 miljard en het Rijk doet 1 miljard. Hè? Dus die verhoudingen liggen iets anders. Ja. En ik denk dat je heel goed moet kijken naar hoe je nu verder wil. Wat wil je behouden? Wat wil je vernieuwen? Wat wil je misschien uitbreiden? Hoe belangrijk vind je kunst en cultuur voor een stad? En misschien moet je zelfs nu wel zeggen, mensen hebben behoefte aan ontmoeting. Dus laten we er nog een theater of een muziekgebouw bijzetten in bepaalde steden. Maar je kunt ook denken, ja, misschien kan ook niet meer alles overal. Want we hebben natuurlijk een heel fijnmazig systeem. En ja, die discussie moet de komende 3, 4, 5 maanden gevoerd worden. Heb jij daar zelf als stel dat Van Engelshoven jou morgen belt, kan je dan met een massief advies komen? Nou, ik zou dan wel zeggen, let op Prinsjesdag, hè, want dan wordt de begroting voor volgend jaar gepresenteerd. Ik zie in andere sectoren dat iedereen al bezig is met herstelpakketten. Ja. Hè, investeren we ons door de crisis heen. Nou, ik ben nu zelf bezig met bijvoorbeeld energiehoofdinfrastructuur. Iets heel anders, hè? Maar dat gaat over elektriciteit en waterstof en zo. Nou, dat gaat meteen over miljarden. Maar als je dat nu investeert, dan verdien je dat over een periode van 30 tot 50 jaar weer terug. En ik denk dat je zo ook naar kunst en cultuur moet kijken. We hebben het gehad over de Italiaanse steden van 700, 800 jaar geleden. Hoe die floreerden als stadstaten. Ja. En er was ook nadrukkelijk altijd gezegd van, Als in een goed bestuurde stad floreert de kunst en cultuur. Ja. En zijn de mensen gelukkig. Oh. Dat is Lorenzetti. Daar weet de goede weet alles van. En ik denk dat je dat ook heel goed kan zien aan die Italiaanse steden van 700 jaar geleden. En ik denk dat we even terug moeten naar zo'n soort freeze van wat hebben we nu en waar willen we over 10, 20 jaar staan. En misschien moet je dan inderdaad nog wel veel meer investeren in kunst en cultuur, zodat je ook nog meer activiteit, energie en creativiteit ontlokt aan alle mensen hier in Nederland en de mensen die hier op bezoek komen. Maar als je ziet wat er met Amsterdam gebeurd is in de afgelopen maanden. Een man die jij ook heel goed kent, en ik ook, Dirk Haank. Die heeft een prachtig pand hier op de Keizersgracht. Maar hij komt oorspronkelijk uit Doetinchem. En hij is met zijn vrouw, toen de lockdown begon, hebben ze dat prachtige pand op slot gedaan en ze zitten in Doetinchem. Ik zeg, maar Dirk, waarom ben je nou naar Doetinchem gegaan? Toen zei hij, Amsterdam is nu net zo saai als Doetinchem. Want die hele infrastructuur waarom je in zo'n grote stad leeft, heeft met die dingen te maken waar die fijnmazige culturele infrastructuur. En die was er niet meer. Nee, je woont en je leeft en je werkt in een stad omdat je verrast wil worden, omdat je onverwachte ontmoetingen wil hebben, omdat je gekke dingen wil zien, je wil geniale dingen zien, je wil geïnspireerd worden. En dat is ongelooflijk veel waard. Dus kijk, als ik een minister zou mogen adviseren, dan zou ik voor Prinsjesdag met een paar wethouders van grote steden, ik heb toen zelfs de G9 opgericht, hè, van Groningen, Maastricht, Eindhoven tot de G4, van wat betekent kunst en cultuur voor een stad en hoe kunnen we dat aanwenden om de mensen uit te dagen, het maximale van zichzelf te geven.
Dat we niet met z'n allen naar Doetinchem gaan. Nee, dat zou je ook niet doen, maar hij... Nou, dat Amphion Doetinchem, dat kreeg ik toevallig gisteren post van, dat op omvallen staat. Dus misschien is het wel goed om daar toch even heen te gaan. Ja, nee, maar het ging over... Lekker theater, leuk om te spelen, hoor. Ja, oké. Okay. Geloof ik onmiddellijk. Nee, en ook daar moet kunst en cultuur zijn enzovoort. Maar je moet natuurlijk wel een beetje kijken naar ja, waar het meest tot zijn recht komt. Maar in die zin vind ik de Italiaanse stadstaat echt altijd een zeer inspirerend voorbeeld. En Duitsland is in feite ook een verzameling regio's. Hè? Ja. Het is niet één land. Het is de regio Hamburg en Berlijn en München en Keulen. Die concurreren ook allemaal nog met elkaar. Dus dat verklaart misschien ook waarom ze zo hechten aan hun eigen kunst en cultuur. Dat onderscheidt ze ook. Ook weer heel anders dan bijvoorbeeld Frankrijk. Want Parijs is wel... Echt de ook culturele hoofdstad van Frankrijk. Waar zo ontzettend veel meer gebeurt dan in de tweede stad Lyon of de derde Marseille. Ja, nou ja, toen bij dat afscheid van Frans had je ook voorbeelden over Bilbao bijvoorbeeld. Maar ook over Sevilla, ja. Ook over Francine Hoebe die bibliotheek heeft gebouwd in Birmingham was dat of niet? Of in Manchester? Ja, Birmingham, ja. En al die voorbeelden laten natuurlijk zien dat je, als je die cultuuruitgaven beschouwt als keiharde droge cijfers, dat je echt ontzettend buiten de werkelijkheid redeneert, omdat het natuurlijk veel meer doet. Ja, ik zei bijvoorbeeld bij Tivoli Vredenburg, hè, dat heeft het lang moeilijk gehad, toen hebben we gezegd van nou, investeer nog ietsje extra en dan krijg je dubbel en dwars weer terug. Toen heb ik ook gezegd tegen de gemeenteraad, als je het hebt over cultuur, dan is de rekeneenheid de stad. Ja, dus precies. Je moet niet kijken naar hoeveel het gebouw Tivoli Vredenburg heeft gekost. Iets van 150 miljoen. Je moet ook niet kijken hoeveel subsidie daarin gaat per jaar. Iets van 10 miljoen. Maar je moet kijken hoeveel mensen daar komen. Nou, dat is meer dan een miljoen. En wat die daar verder in Utrecht komen. Dat zijn studenten, die bij de dynamiek. Dat zijn mensen ook van de regio die zeggen, nou, ik vind het leuk om in Zeist of in Vianen te wonen, want ik ga met de trein naar Vredenburg, geweldige programmering. Dat zijn mensen uit het hele land die zeggen, nou, dit is een bijzonder klassiek of popconcert. En dus de rekeneenheid is de stad. Het zijn mensen van over de hele wereld die bij dat festival Oude Muziek komen, bijvoorbeeld ook. Dat is waanzinnig, je hoort dan. Daar kwam ik kwam na afloop van een concert van het festival Oude Muziek, aan de praat met twee Hawaïanen die elke jaar naar het festival Oude Muziek kwamen. Die ons meteen uitnodigden om ook een keer naar Hawaï te komen. Oh, heb je het gedaan? Nee, we nooit gedaan. Nee. Maar goed, dat zijn natuurlijk ontzettend leuke dingen. Dat is inderdaad die kracht van cultuur. Nou hebben ze bij... Er was een mevrouw bij Cultuur in Actie. Die heette Saskia nog iets. Die was eerst van de ING. Maar die heeft geprobeerd om... Dan maar het zo te doen dat ze probeerden om de cultuur in cijfers te gaan uitdrukken. Dus om het als het ware zo over het voetlicht te krijgen van de mensen die over de centen gaan. Van nou, kijk maar eens even wat het in cijfers doet. En dat waren behoorlijk enorme cijfers. Over bijvoorbeeld het percentage van BNP, over... Ja, dat is natuurlijk het andere. Maar als je het zo over het voetlicht moet brengen, dan is het natuurlijk veel meer dan mensen in eerste instantie denken. Ja, absoluut. Nee, ik geloof dat als je een beetje ruim rekent, er werken 350.000 mensen in de kunst- en cultuursector. Ja. Dat is natuurlijk enorm. En ja. Als je ziet wat het effect is, ook op andere sectoren, dan weet je zeker dat je hier veel aan wilt doen om dit te behouden. Ik ben zelf bezig ook met meer muziek in de klas. Hè, dus om te kijken hoe je die 1,6 miljoen kinderen op de Nederlandse lagere school, basisschool, goed muziekonderwijs kunt geven. Nou, daar zou je ook nog heel veel mensen goed kunnen gebruiken om dat te doen. Maar het is ook heel helder dat als dat goed muziek wordt gegeven, dat kinderen daar vrolijk van worden, creatief, dat ze goed naar elkaar leren luisteren, ze ontwikkelen sociale vaardigheden, ze leren presenteren. Sommige kinderen leren zelfs dansen en bewegen op een manier die ze anders nooit voor mogelijk hadden gehouden. Ja, dus het maakt heel veel los in mensen. En je zou willen dat we dat ook in deze tijden van crisis en ook na corona heel goed duidelijk kunnen maken. Zodat de beleidsmakers zeggen, meer kunst en cultuur.
Ik vind dat, dat elk kind absoluut muziek moet krijgen in zijn kleuter- en basisschooltijd. Dat is zo waanzinnig belangrijk. En bijna elk kind heeft er ook... Ja, iedereen heeft er een beetje aanleg voor. En iedereen het doet iets met iedereen. Gewoon. Dat is absoluut waar. Ja, maar het is helaas niet meer vanzelfsprekend, Vincent. Nee, dat is echt ontzettend jammer. Wat zou jij eigenlijk, als je nou dit hele kaalgeslagen landschap op dit moment, waarin iedereen voorzichtig weer wat opstart, overziet, wat zou je onmiddellijk aangrijpen om te herinrichten? Ja, ik zou heel goed kijken naar de knooppunten van kunst en cultuur. He, dus in ons land, naar de grote steden. En dan zou ik proberen toch de cruciale functies goed te motiveren om ook een rol te spelen in het verder trekken van de hele sector. Hier in Amsterdam bijvoorbeeld, Stedelijk Museum, kan ontzettend veel betekenen voor jonge aanstormende kunstenaars. Dat doen ze nu ook, hè, met Rijn Wolfs. Ik denk van, nou, geef al die grote instituten ook een belangrijke rol in het inspireren van jonge mensen, jonge kunstenaars, zodat er weer een revival ontstaat en vernieuwing in de kunst en cultuur na corona. En dat je elkaar eigenlijk meetrekt op de weg omhoog. Maar zijn er ook veel instellingen die eigenlijk als het ware gewoon voor corona echt opgesloten zaten in zichzelf, zou ik maar zeggen, en niet een enorm communiceerden met de stad? Ja, ik denk, ja, ik kan ze niet bij name noemen, maar dit is natuurlijk wel een shock, waardoor je denkt van ja, tenminste dat vind ik, hè. Ik mis de kunst en cultuur, maar ik denk dat de kunst en cultuur ook enorm de stad mist en het publiek. Dat hoor ik ook van al die muzikanten die ik spreek. Terwijl het natuurlijk allemaal heel vanzelfsprekend was. Nou, dat is het niet, dat weten we nu na corona. En waar we voor moeten zorgen is dat die verbinding tussen kunstenaars en het kunstminnende publiek en het gewone publiek, kinderen, oude mensen, die weer sterker wordt, die band. Dus ik hoop ook heel erg op kunst en cultuur, op de grachten, weet je, dat mensen op boten, als het weer kan, daar dingen gaan doen. In de buitenlucht, hè, dat is met corona ook makkelijker. Ja. Even iets heel anders. Heb jij al het boek gelezen, De Toekomst van Nederland, de kunst van verandering in de kunst van het veranderen van Floris Alkemade? Nee, dat is de Rijksbouwmeester. Absoluut. Maar heb ik nu? Nee, ben ik nog niet naartoe gekomen. Daar wil ik absoluut met je over praten, want het is een van de beste boeken die is uitgekomen. Het is bovendien een juweel van een boek, zoals het is uitgegeven. En, of en je weet, zijn termijn loopt af in september, maar hij heeft een beeldschoon boek zijn. En inhoudelijk, het past helemaal in deze discussie over de toekomst van de infrastructuur van Nederland, waaronder dus de culturele infrastructuur. Ja. Dus ik wil je dat van harte aanbevelen. Oh, dat ga ik even herhalen. Nee, kijk, want dat vind ik ook belangrijk. Jij noemt Floris van Alkemade, onze Rijksbouwmeester, iemand die verstand heeft van stedenbouw en stedenbouwkundige patronen en die weet wanneer mensen wel of niet graag in een stad willen wonen of in een dorp. Kijk, andere mensen moeten nu ook de kunst en cultuur gaan verdedigen. Hè? Ja, de kunst en cultuur komt voor zichzelf op, dat is heel goed. Maar je wil ook heel graag dat er andere mensen zijn in de politiek, maar ook stedenbouwkundigen, economen, onderwijzers, politieagenten, mensen die in een ziekenhuis werken, die zeggen van ja, dit vinden we belangrijk. We willen dat dit verder gaat. Dus je zou willen dat de kunst niet de kunstenaars hoeft te verdedigen, maar dat een ieder die daarvan geniet, dat doet. Ja, natuurlijk. Je moet je publiek natuurlijk heel erg mobiliseren. Maar dat was zeker in het begin was dat best moeilijk. En kunstenaars zelf vinden het natuurlijk ook, ik vind het zelf ook ontzettend moeilijk om mezelf om te lobbyen, zou ik maar zeggen. Ik word wel kwaad als er getornd wordt aan allerlei verworvenheden en zo. En dan wil ik daar ook. Maar de kunstenaars hebben toch altijd een, omdat het ook een redelijk versnipperd landschap is, omdat heel veel mensen voor zichzelf bezig zijn, is het, of in clubjes, als dat uit elkaar wordt geslagen, maar we het eerder gesprekken over hadden, dan krijg je dat toch niet snel weer terug. En ze kunnen elkaar niet echt goed verdedigen. Nee. En dus zou je willen dat de politiek en het publiek de kunst verdedigt. Hè? Dat het publiek weer vraagt, Vincent, kom hier. Ik heb je. Ja, precies. Ja. Dat is wat je wil.
En dat is ook wel wat er aan de hand is, hoor. En mensen die ik spreek zijn ontzettend blij dat er tenminste weer iets kan. En ja, joh, dat is, als je iets gaat organiseren, is het binnen een uur is het gewoon helemaal vol. Ja. Je hoeft nauwelijks iets te doen. Dus dat is een heel goed teken. En daar moet je dan vervolgens op doorpakken, denk ik. Denk wel. En ook inderdaad het verspreiden. Vroeger Ola Mavalani, die toen zij regisseur was bij het Noord-Nederlands toneel, dan hield ze een voorstelling in de Schouwburg en de hele stad zou dat weten. Dus overal in de stad gebeurden dingen rondom die voorstelling. Dat in de V&D, in de Bijenkorf aan toe, hoorde je dan gedichten bijvoorbeeld. En de hele stad moest het weten. Dat lijkt me zo gaaf als dat nu ook zou gaan gebeuren. Ja, ik heb bijna een beeld erbij, hè, dat mensen weer door de straten rijden om te zeggen, kom naar de Schouwburg. Kom ja, naar... joh, gewoon echt. Ik ga met geluidswagens door de stad. Laten we hopen dat het weer kan. Het weer kan. Alles hangt natuurlijk op een medicijn en een vaccin enzovoort. Maar, het vaccin, ja, dat gaan we dan in theater gaan we die mensen prikken. Ja. Ben je al in stedelijk geweest? Nee, ik heb het wel geprobeerd, maar toen was het uitverkocht. Want je moet absoluut, je moet helemaal niks doen, maar je moet dat Pike zien. Dat is een geweldig. Ja. Nee, ik probeerde daar te komen, maar dan moet je reserveren. En toen was er geen timeslot meer. Ik moest nog naar Caravaggio Berlin. Ja. Maar ook daar was geen tijdslot, dus... Het is nog even geduld hebben, maar ik zie er enorm naar uit. Oké. Vincent, aan jou. Dat is natuurlijk ook wel inderdaad iets wat nu echt inderdaad waar we het over hadden. Het belang van kunst en cultuur, maar ook de honger. Die eigenlijk ook... Was het te veel voor de crisis aanbod? Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Want heel veel mensen gingen heel vaak. En genieten daar enorm van. Volgens mij ging het heel erg goed. En het is niet zo snel te veel, denk ik. Nee. Als er dat door de crisis mensen andere dingen gaan doen. En mensen zeggen, nou, ik lees weer eens een boek. Nou, dat is ook leuk. Ik maak zelf dus muziek. Of ik schrijf zelf nog weer eens een gedicht. Dat kan leuk zijn, maar ook wat minder aangenaam. Ja. Ik denk niet dat het te veel was. Nee, want het is natuurlijk gewoon... er zijn ongelooflijk veel genres. En je moet natuurlijk zoveel mogelijk brengen. Maar wat mij ook zo ongelooflijk trof... is dat juist mensen die eigenlijk gedaan hebben... waar Halbe Zijlstra toe opriep... namelijk van iedereen moet zijn eigen broek maar ophouden... dat juist die mensen nu in deze tijd de eerste zijn die als het ware klos zijn. Ja, dat klopt. Dat is absoluut waar. En mensen die veel publieksinkomsten hebben of uit bedrijven sponsorinkomsten krijgen enzovoort, die zijn het eerste de klos. En dat is heel duur. En daar moet je dus heel goed naar kijken dat het niet zo is dat je nu de mensen helpt die het eigenlijk moeilijk hadden en dat straks al het geld op is. En dat je de sterken ook niet kunt helpen. Het is in feite net als met een gewoon bedrijf. Als je binnen 2 weken na het uitbreken van de coronacrisis meteen al op zwart zaad zit, dan was er voor die tijd ook al iets mis. Exact. Je moet dus heel goed kijken waar je nu je geld aan besteedt. En dat je dus wel iets van die hele culturele infrastructuur overeind houdt. En niet alleen maar de zwaar gesubsidieerde. Denk je dat het ook zo is, dat zie je natuurlijk inderdaad, dat die door al dat bezuinigen en dat het allemaal net uitkwamen, dat al die instellingen eigenlijk gewoon te weinig vet op hun botten hadden al? Ja, er zijn instellingen met heel weinig vet op de botten. En daar moeten Rijk en gemeente wel hun handen in één slaan. En hoe gaan we dat doen? Want de gemeente financiert veel gebouwen, het Rijk financiert veel gezelschappen. Nou, dat moet wel een beetje op elkaar afgestemd worden, want anders heb je en lege gebouwen en... gesubsidieerde gezelschappen die nergens meer terecht kunnen. Dus daar moet je even heel goed naar kijken. Maar ik heb al 4 of 5 brandbrieven van schouwburgen door het land heen gekregen, die vrezen voor hun eigen toekomst. Omdat ze in eerste instantie bij de gemeente aanklopt en de gemeente zegt ja, en die gaan dan even die vreselijke dingen zeggen. We moeten kiezen tussen de jeugdzorg of jullie. Nou, dan weet je het wel. Maar eigenlijk moet het Rijk toch voorkomen dat die gemeentes die keuzes zouden moeten maken. Ja, ik denk dat je dat met elkaar moet doen. Ja. Ik denk dat samenspel. De minister ook wel de
de grote steden bij elkaar hebt gehaald. Dat je in elke regio ook wel kijkt, wat is er ook nodig in de toekomst. Dat je dat wel met elkaar gaat bespreken. Dat is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. Ja. Dat zal wel moeten. Dat zal wel moeten. Heb je eigenlijk als je naar al je grote steden kijkt in heel Europa, echt een modelstad waarvan je zegt van, dat is echt, waar daar in die stad, daar is alles zo ontzettend lekker goed. En dat. Ja, nou, laat gezegd zijn, ja, ik heb tussen 2006 en 2014 heel hard gewerkt, maar ook iets van 30 cultuurgebouwen weer geopend, heropend enzovoort, hè, na renovaties, uitbreidingen enzovoort. Ja. En weet je nog dat je op het Museumplein een heel klein stukje van het Rijks kon zien? Nou, we hebben nu en een nieuw Stedelijk en een nieuw Van Gogh en een Rijksmuseum en een Hermitage en een vernieuwd Scheepvaartmuseum en een filmmuseum. Ja, dus Amsterdam is nog steeds wel een van mijn hele grote voorbeelden. Ik denk dat je in steden als New York kan zien hoe belangrijk het is ook voor het functioneren van een stad. Hè? Dus een hele kapitalistische stad. En toch geven ze daar allemaal heel graag hun geld uit aan kunst en cultuur. Omdat je daarmee creatieve mensen trekt, omdat je daarmee toeristen trekt, omdat je daarmee congressen mooier en aantrekkelijker maakt. Dus dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Ik heb in Hongkong verhalen gehouden over hoe we het hier in Nederland doen. Want daar bouwen ze dan tegelijkertijd 4 musea en 5 concertzalen. Ik geloof dat dat volgend jaar ergens opgeleverd wordt. Maar ook in China zien ze dus dat je met kunst en cultuur de mensen in je stad houdt. En ze uitdaagt om elkaar te ontmoeten, ervan te genieten, maar ook erover te praten. Dus dat vind ik wel een paar hele mooie voorbeelden. We zitten zo ongeveer aan het half uur. David, heb jij nog prangende kwesties? Nee, ik zou het alleen heel plezierig vinden om een keer het gesprek met jou voor te zetten over de renaissance van de stadstaten. Want je ziet eigenlijk de hele economische dynamiek. Hè? En dat was stedelijke gebieden, stad en ommelanden, zoals ze dat noemden in de renaissance tijd. En in Europa, iedereen heeft het over op nationaal niveau hoe verschrikkelijk. Ik geef dan dat als voorbeeld, in Hongarije met Orbán, maar je leest niet nauwelijks iets over het feit dat de burgemeester van Boedapest en van 11 van de 24 grote gemeentes, die zijn allemaal anti-Orbán en die zijn de countervailing power van wat daar verder zich afspeelt. En dat heet dus, en dat zijn allemaal dus die stedelijke gebieden. Ja. Dat zou ik ontzettend leuk vinden om daar nog eens een keer met je over door te praten. De renaissance van de stadstaten. Prachtig onderwerp. Je ziet eigenlijk in Nederland, hè, tenminste wij doen het ook. Wat ga je nu doen? Nou, wij zijn afgelopen weekend naar Groningen geweest. En dan dus genieten van de cultuur, maar ook van het ommeland. Hè, daar heet het letterlijk zo. Ja, dat heet de natuur en de bossen. En denk, ja, dat heeft een balans tussen stad en regio die we in Nederland heel goed zouden kunnen herdefiniëren. Waardoor cultuur voor iedereen nabij is. Maar ook op het niveau waardoor iedereen ervan kan genieten. Dat vind ik ontzettend leuk. En belangrijk bovendien. Oké. En lees het boek van Floris. Ik ga het boek van Floris lezen. Beloofd. En wij gaan Floris ook nog voor deze serie interviewen, overigens. Dus ik ga dat boek van Floris ook lezen. Helemaal goed. Heel goed. En mag ik je hartelijk danken, Caroline. En heel veel succes wensen als directeur Steden. Heel graag gedaan, Vincent en David. En ik laat graag nog eens door. Oké, doen we. Ja, dat is goed. Dankjewel.